Dus jij bent de trotse eigenaar van een gloednieuwe Xbox Series X. Goed geregeld. Nou wil je natuurlijk het maximale eruit halen en daarom loop ik samen met je alle settings door voor het allerbeste beeld. En dat doe ik op de LG CX. Zoals gezegd doe ik dat op een LG CX, of C10, wat je wil. Dit is de nieuwste OLED van LG, een HDMI 2.1 televisie met alle toeters en bellen erop en eraan. En voordat ik ga beginnen met de settings door te lopen, alvast even een klein foefje. Er zit namelijk een geheim menuutje in de CX. En daarmee kan je heel makkelijk zien wat de tv nou daadwerkelijk krijgt doorgevoerd qua input. En dat doe je door het groene knopje te rammen, een keer of 4-5. En dan krijg je in beeld FreeSync Information. Dus nu staat er bijvoorbeeld VRR, je kan zien dat hij in 4K draait, 120 frames per seconde. En dat hij in RGB modus draait. Dus we beginnen bij de TV en display options. En de eerste optie is eigenlijk heel logisch, dat is de resolutie. Je kan kiezen tussen 4K, 1440p, Full HD of 720p. En wat wel natuurlijk tof is dat als je een PC monitor hebt die 1440p is, kan je dus ook de Series X op 1440p zetten echt. Zodat die echt die native ondersteuning voor die resolutie heeft. De tweede optie spreekt eigenlijk ook voor zich. Dat is de refresh rate. Oftewel de frame rate. En die kan je switchen tussen 60 Hz of 120 Hz. Let er wel op. 120 Hz is dus alleen maar beschikbaar als je een HDMI 2.1 televisie hebt. En ook daadwerkelijk een HDMI 2.1 kabel gebruikt, die er overigens wel standaard bij zit. Als je dat niet hebt, dus als je een HDMI 2.0 televisie hebt, dan kan die maar tot 60 Hz. Dat heeft dus met de bandbreedte te maken van die nieuwe HDMI standaard. Maar in dit geval op de LG kan ik hem op 4K 120 Hz zetten. Device control. Hier heb ik zelf altijd een hekel aan, maar dat is heel persoonlijk. Je kan zeg maar je HDMI devices linken. En dat betekent dus bijvoorbeeld als jij je televisie aanzet, dat automatisch je Xbox aangaat. Of andersom, als jij je Xbox aanzet, dat je televisie automatisch aanzet. Wat wel handig is bij de Xbox is dat je op TV details kan checken. En hierin krijg je een soort van overzichtje wat je televisie ondersteunt en of je settings goed staan. Dus in dit geval, wat ik al zei, de LG ondersteunt alle nieuwe toeters en bellen, dus overal staat een mooi groen vinkje voor. Dan hebben we twee opties, Calibrate TV en Calibrate HDR. Bij Calibrate TV krijg je letterlijk gewoon een paar test patterns op je scherm en daarmee kan je dus in je settings van je televisie bijvoorbeeld de kleuren aanpassen als je denkt van hey, het is veel te fel of niet. Je kan de brightness aanpassen, dat soort dingen. Maar nog veel belangrijker is die Calibrate HDR voor games en dat kan ik wel eventjes laten zien. Hierin switcht uiteraard de televisie naar HDR. En als je op next drukt, hier krijg je in het midden krijg je een zwart schermpje, vlakje. En daarin moet je aangeven of je hem donkerder of lichter wil hebben. En eigenlijk is het de bedoeling dat je hem zo instelt dat je het net niet kan zien. En nu kan je ook zien wat het resultaat daarvan is. Dus links heb je de calibrated image, rechts uncalibrated. Dus rechts is wat het standaard is en links is wat het is nu ik het heb aangepast. En dat ga jij niet zien op jouw monitor, want we kunnen dat niet doorvoeren. Het is HDR, het is 4K 120. We nemen dit natuurlijk op offscreen. Maar neem van me aan dat er verschil in zit. Maar helaas kan ik dat niet laten zien. De volgende is video modes en daar heb je heel veel opties. En een aantal zijn heel erg logisch en een aantal niet zo. De eerste is allow 50 Hz. En het ding is dat in Europa wordt er veel uitgezonden in 50 Hz. Series, films, 50 Hz en in Amerika is het 60 Hz. Als je deze uit zou zetten, dan speelt hij het dus altijd in 60 Hz af. En heb je kans dat je haperingen krijgt in je beeld, omdat je beeld ververst in 50 Hz. Dus zet dit aan. Dit is vooral voor ons Europeanen interessant. Zet het aan. Allow 24 Hz is eigenlijk hetzelfde verhaal, maar dan voor films. Films die draaien vaak in 24 frames per seconde. Terwijl games draaien in 30 of 60 of nu zelfs 120. Dus daar zit een verschil in. En als jij zegt van ik wil niet dat die 24 Hz allowed, dan speelt hij het dus af in een hogere refresh rate als dat de film of de serie is. En daar krijg je dus ook haperingen van. De volgende auto low latency mode, dat is een HDMI 2.1 feature die ook in HDMI 2.0 is gepland. En dat is eigenlijk een soort van auto game mode.
Dus elke keer als jij je Xbox aanzet, dan switcht jouw televisie vanzelf naar game mode. Waardoor je dus de laagste vertraging hebt en het beste beeld. Hallo, Variable Refresh Rate. VRR is ook een HDMI 2.1 feature. Werkt af en toe ook in 2.0. Dus je kan het checken of dat werkt of niet op je televisie. En dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat je hebt op Nvidia videokaart. Dus G-Sync, FreeSync van AMD. En het betekent eigenlijk dat in plaats van dat de televisie elke keer in 60 hertz per seconde refresht, of 120 of 30, whatever, refresht die pas op het moment dat de videokaart, of in dit geval de Xbox, een nieuwe frame naar de televisie doorstuurt. Dus die framerate die synct tussen de Xbox en de televisie. De volgende is een beetje ingewikkeld. Dit heeft te maken met chroma subsampling, noemen ze dat. En dit is een beetje een technisch verhaal, maar om het simpel uit te leggen is het eigenlijk de bitrate van kleuren. En dat betekent dus niet dat er minder kleuren zijn, maar het is meer de data in de kleuren, om het maar zo te zeggen. En je hebt daarin drie gradaties. Je hebt chroma 444, je hebt chroma 422 en je hebt chroma 420. En 420 is de laagste, 422 is daarboven en 444 is, dat noemen we ook wel, full RGB. En het probleem is dat als jouw televisie dat niet ondersteunt, dan gaat die automatisch dus één stapje lager naar 422 of zelfs 420 als die ook 422 niet ondersteunt. Hiermee geef je aan of jij wil dat je televisie de tussenstap pakt van 422. En het is een beetje gek, omdat op het begin dacht ik eigenlijk van ik wil dit niet aan hebben, want ik wil hem altijd in 444 hebben. Dus het klinkt als een downgrade als je dit aanklikt. Maar dat is het dus niet. Hallo 4K. Super simpel. Wil je dat die game in 4K draait of wil je dat die in Full HD wordt uitgezonden? De volgende is Allow HDR10. HDR10 is één van de HDR-standaarden. Die andere is Dolby Vision, daar komen we straks bij. En dit zorgt er eigenlijk voor dat je dus kan genieten van dat brede kleurenspectrum en die hoge highlights en brightness en die supermooie zwartwaarde. Auto HDR is een vette feature van de Xbox zelf eigenlijk. Dat zorgt ervoor dat zelfs games die niet in HDR zijn uitgekomen toch die HDR highlights krijgen. En dat gebeurt echt op een level systeem in de Xbox. Dus developers of games die hoeven daar niet voor aangepast te worden. It just works. En dan de laatste, Allow Dolby Vision. Eigenlijk hetzelfde verhaal als HDR, maar dan Dolby Vision is een andere HDR standaard. HDR10 heeft bepaalde waarden qua brightness, qua donkerheid en qua kleuren voor de hele content. Dus voor de hele game. Bij Dolby Vision kan het zelfs per frame. Daar moet ik ook bij zeggen dat er zijn nu op dit moment nog geen Dolby Vision HDR games. Wel films bijvoorbeeld of series die je ook natuurlijk kan kijken via de Xbox. En dan hebben we nog de laatste eigenlijk en dat is de Video Fidelity en Overscan. Bij de eerste kan ik heel simpel zijn, Override. Je kan zeggen, ik wil dat alle settings van de televisie links worden laten liggen en dat de Xbox bepaalt wat de output is op je televisie. Dat moet je niet willen. Dus dit moet je echt op autodetect laten, want anders krijg je hele rare dingen waarin de tv het ene denkt en de Xbox het andere denkt en je rare kleuren krijgt, rare zwartwaarden enzovoort enzovoort. Volgende, de color depth. Hierin kan je kiezen welke bitrate je eigenlijk wil voor je kleuren. En 8-bit is een soort van het oude systeem, nog voor HDR. HDR gebruikt 10-bit. En Dolby Vision gebruikt zelfs 12-bit. Het ding is alleen dat er zijn nog geen televisies op de markt op dit moment, zelfs deze LG niet, die 12-bit panelen hebben. Ze hebben allemaal 10-bit panelen. Dus het heeft niet heel veel zin om deze op 12-bit te zetten. Al is het wel een soort van backwards compatible. Dus hij downgrade het vanzelf naar 10-bit. De laatste optie is de color space. En daarmee bedoelen we eigenlijk wat de color space is in de RGB range. En daarmee kan je switchen tussen standard en PC-RGB. En eigenlijk is dit low en PC-RGB is high. En het probleem is dat tv's die staan vaak op low standaard. En als jij hem op PC-RGB zet, dan heb je dus een mismatch, want PC is high. Je wil altijd high met high of low met low. Het probleem is daarbij dat games die draaien prima op high, dus dan zou je je tv op high kunnen zetten en je console op high, dat werkt prima. Maar series, films, televisie, dat is allemaal op low. En als je dan dus iets gaat afspelen terwijl deze op PC-RGB staat en je televisie op high, dan krijg je dus ook weer rare zwartwaren,
Als je puur en alleen games speelt, dan zou je ervoor kunnen kiezen om allebei op high te zetten. Of op full en op high. Als je ook nog iets anders kijkt, dan zou ik hem zeker op limited laten. En dat waren alle settings. Hopelijk heb je nu een goed idee van wat elke setting doet. En of je dat aan of uit wil zetten op jouw televisie. Zodat je het allerbeste beeld hebt. Thanks voor het kijken. Tot de volgende. Later.